Ja, Xavier Gies, welk gevoel overheerst er bij jou na dit 1-1 gelijkspel tegen Club Luik? Een dubbel gevoel. Ik denk dat we verdiend hadden om te winnen. Zeker omdat toch de goal dat we tegenkrijgen vermijdbaar was. Ja. Eerste helft was gelijk opgaand, misschien zelfs iets meer in het voordeel van Club Luik. Maar inderdaad, de tweede helft was Dender merkelijk beter. Ja, ik denk ook. Renat heeft een paar keer gedreigd met dat schot op de lat aan. Maakt een schitterend doelpunt. Ik denk dat we het goed gedaan hebben in de tweede helft. Ja. Ja. Trainer zei daarnet, ja, zoals jij ook, vermijdbaar tegen doelpunt, een gebrek aan concentratie, eventjes maar fataal. Ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. We moeten daar beter staan. En het is echt een bal gewoon door de as. En dat mag niet zo'n bal. Daar moeten we beter staan. Er werd zwaar getraind deze week. Ja, klopt. We hadden vier trainingen en er werd heel hard getraind, ja. In de stand schieten we natuurlijk met een punt niet veel op. Na de winterstop, de coach hier weet nog niet precies wat er gaat gebeuren. Heb jij er enig zicht op? Wij zijn spelers, dus wij moeten ons bezighouden met het spel op het veld. Dus dat is voor het bestuur, denk ik. Ja, maar Dender, met deze spelersgroep mag toch nooit in de problemen komen, hè? Uiteraard niet. Oké, bedankt voor dit klare antwoord, Xavier. En toch nog veel succes. Ja, dank u.